Dat zijn rode kaarten tegen VVV, maar hij ging daar tegen in beroep, tegen die schorsing voor 3 wedstrijden. En daarom mag hij vandaag gewoon met Sparta meespelen tegen NAC. Tommy van der Leegte staat dit seizoen voor het eerst in de basis bij NAC. Hij speelt in de plaats van Tim Gielissen, die is geblesseerd. Als het stadion van Sparta het kasteel is, dan was het veld vandaag de slotgracht. Schitterende beelden, daar niet van. Zware omstandigheden in Rotterdam, waar het met name de afgelopen nacht veel heeft geregend. Het veld is moeilijk bespeelbaar, naar het oordeel van scheidsrechter Luigen wel goed genoeg. Maar met name de grensrechter hier aan de kant van de hoofdtribune moet zwemvlies aan vanmiddag. Luigen vindt het voorlopig allemaal prima hoe er hier op dit veld gespeeld wordt. Amoa. De Graaf is daar nog, maar de bal wordt weggekopt door Adelaide. Schilder. De Graaf staat buitenspel. Vrij schop snel genomen. Maar dit heeft niets meer met voetbal te maken. Duplan wil dribbelen. Maar op dat deel van het veld kan dat zeker niet. Kolka, wel een beweging, maar hey, waar is de bal gebleven? Je kan je langzaam maar zeker afvragen of dit veld geschikt is om op te voetballen. Snoil. Nu is het aardig en is daar de goal van Amoa. Eerste gevaarlijke moment in deze wedstrijd waarin voetballen onmogelijk blijkt. Maar als de bal voor de voeten van Amoa komt, maakte de Ghanese de 8e goal van dit seizoen. Slijngaard. Bodoel. Eigenlijk nog geen bal zijn kant op geweest in deze wedstrijd. Snoil. Aldoende leert men. Hij krijgt de bal in ieder geval mee. En als Koenders dan een overtreding maakt, krijgt NAC de vrije schop. Zwaanswijk en Kwakman mee naar voren. Het gebruikelijke recept eigenlijk. Daar staat ook Veher. Seliga redt. Want waar iedereen verwacht dat Zwaanswijk met het hoofd gevaarlijk is, is hij dat nu bijna met de voeten. Strootman. Op dit veld is dit een prestatie op zich, deze dribbel van Duplan. Valkenburg gevonden. Maar die vindt op zijn beurt John niet. En komt er een hoekschop voor Sparta. Een hoekschop van John. De Rauwelaar half aan de Leijen. En assistentie geboden op de lijn door Kolka. Het gevaarlijkste moment van Sparta tot nu toe. Na dik een half uur. Genoeg mensen voor de goal. Strootman. Viergever. Bal blijft weer eens liggen. Knol. Koenders. Koenders. Wat wil Koenders? Die wil zelf schieten. En dat doet hij geweldig. Dat doet hij fantastisch. De gelijkmaker zat er al een poosje aan te komen. Want Sparta begon te drukken. Het NAC had eigenlijk het antwoord niet om de Rotterdammers daar echt bij dat doel van Terauwela weg te houden. Een streep in de kruising. Tweede minuut van de tweede helft. De corner van Kolka. Amoa met het hoofd, maar komt de verkeerde kant op. Schilder durft niet te schieten. Nu wel. En de hand van Seliga is daar nodig om te voorkomen dat Schilder scoort. Kolka opnieuw van de andere kant dit keer. Zwaanswijk legt hem klaar. Veher en doelpunt voor NAC. En zo blijkt eens te meer hoe de aanwezigheid van Zwaanswijk daar op prijs wordt gesteld. Veher geeft het laatste zetje. Het is 1-2. Knol met ruimte. NAC loopt terug en doet dat massaal met nog een kwartier op de klok. Sparta nauwelijks gevaarlijk geweest. Nu kan het wel, zeker als Ten Rauwelaar de bal loslaat uit dat schot van Poupon. Maar Edouard Duplan, de Fransman, komt net een stapje te laat. Duplan. Het kan natuurlijk nog voor Sparta met balbezit voor John in de laatste seconde van deze wedstrijd. Maar daar heeft de ploeg inmiddels ervaring mee. Dat weet ook de Graaf, die toch licht in paniek lijkt bij het wegtrappen van deze bal.
Pouton. En daar is het weer raak. Hoe is het mogelijk? Hij redt een punt voor Sparta in Eindhoven vorige week. En het heeft er alle schijn van dat hij dat nu opnieuw doet. De hoekschop van Kevin Strootman is goed aangesneden. En vallend naar de bal. Stijlvol de binnenkant van de paal nodig. Maar Pouton vindt het prima. Het is 2-2. En zo krijgt Sparta dus toch nog een punt in dit duel waarin voetballen onmogelijk was. Maar dat kun je de ploegen nauwelijks kwalijk nemen. Het veld was de grote spelbreker na de overvloedige regen. En het eindigt dus in een gelijkspel bij Sparta tegen NAC. Je vindt het wel lekker, hè? Geloof ik, de 90ste minuut. Ja, het lijkt er wel op. Vorige week ook de laatste minuut. En nu was het, ik weet niet hoeveel, maar ook een van de laatste minuten. En ja, als je dan zo je ploeg kan helpen, is het alleen maar lekker. Het is nou de zoveelste keer dat we een, uit zo'n moment een goal tegenkrijgen. En ik was wel heel ontevreden over de eerste goal die we tegenkrijgen. Want dat vond ik ook dramatisch gedekt. Het is gewoon onnodig.